keihard werkje, net uitgaan, net roken, net drinken. Van moois betiert om jongslet alles aan wat je hebt omdat je een passie hebt voor de film. Het bracht Jelmer Bosma van Leuwen en Arjen Tuiten van Haske Dieken naar Hollywood. En beide plezier. Goeien en welkom bij Sneus. Om tafel twee Hollywoodsterren. Films als Terminator 3, Alice in Wonderland, District 9, G.I. Joe. Maar ik zwartboek hier naar al je effecten en grim van Frieske Makelij. Hoe bezig is Afi Kaam en wat ga je dan nog te wensen? Welkom beide. Je bent deze week weer even waarom in Friesland. Jammer dat ik bij jou begin. Wist nou nog het moment dat je dacht van dit wil ik gebeuren. Hier maak ik mijn baan van. Ja, ja. Dat moment zelf heb ik niet zo heel duidelijk, maar het is wel heel erg gegroeid. Altijd bezig met tekenen en vrij vroeg in contact gekomen met een computer. En toen het samen is gekomen en films zoals Star Wars en The Matrix uitkwamen, toen was ik een jaar of 12, 13. Dan had ik wel een idee van wauw, dat zou te gek zijn om je creativiteit in die wereld te kunnen uiten. Dus ja, dat zijn dan dromen op dat moment. Ja, en die droom is uitkom, want Litwin Zebischin werd het, die bracht het. Ja, vertel eens, wat doe je dan, Craig? Nou, het filmpje dat gezien is, dat is mijn reel, demo reel. Dat is binnen ons vak, zeg maar, je cv. Het gaat niet zozeer om de diploma's die je behaald hebt, maar echt je laatste en beste werk in een filmpje van 2 minuten. En dat, nou in dit geval staat het op internet, maar dat stuur je op naar studio's als je om werk verlegen zit. Of ja, een soort samenvatting. En het werk wat erin zit is voornamelijk creature design, dus het ontwerpen van karakters. Maar ook wat voor G.I. Joe zag je, wat noem je digital doubles, dus digitale versies van acteurs voor gevaarlijke stunts of onmogelijke camera. Dat maakt een stoom. Ja, dus gelijkenissen van mensen maken of een fantasiemonster. Voor District 9 bijvoorbeeld een digitaal kostuum dat er wel echt uit moet zien alsof het van ja, polyesterstof is gemaakt. Dus ja. Hey Arjen, door werken met acteurs zoals Arnold Schwarzenegger en Johnny Depp. En ze is nou onder de top? Dat is zo op denken, hè? Ja! Nee, dat gaat goed. Het gaat goed? Of heb je nog dingen waarvan een size van dat wil ik nog bereiken? Nee, dingen om mezelf in te doen. Maar ja, die signaal minder zeker worden. En, ik let er nog een periode om je heen komen, maar tot nu toe gaat het lekker. Ja. Dus ik moet wel die werk om mooi dit soort mensen te werken. Ja, om ze moeten eruit zien bij. Ja, Maan Lino, Anthony Hopkins. En nou, actrice voor Twilight. Dus, maar net te vol vertellen, maar in wie de wit is. Dus, oké. Okay. Ja. Sjurwik, even naar wat stel al je maken heeft. Ja. There is a place like no place on earth. Some say to survive it, you need to be as mad as a hatter. Which luckily, I am. Alice. Oh, it's good to be back. Wat doe je ook, Craig?
Ja, weer meer met mijn handen bezig wat dat betreft qua materiaal. Hè? Dus klaaien en schilderen en wat net. Dus, ja. Maar vertel eens, wat heb je nou correct jongen wat en wat, hoe mak is dat dan? Dit is gewoon een prothese make-up in het geval van Pan's Labyrinth. Op een acteur. En dit is acteur Doug Jones. En dus maak je een oude van hem. Op die oude jetting kopie, dus van Gibbs, daar boetseren we op. En het gewenste, hè, dus wat die patiënt vond, er nog een manquette. Die kreeg ik. En ja, van nou, daar gaat het met de rest afmaken. En dan gaan we naar het set daar, dat werd aanbracht. En uiteindelijk werden dat rubber protheses. En, ja, wat is de leuke hoor? De uitdaging om het zo echt mogelijk te laten lopen natuurlijk. En dat worden meesten dan natuurlijk bang van worden of erin draap je of uiteindelijk wel je nep. Ja. Ja. Dan zit je een beide onder de top. Hoe ben je hem zo vier kaam? Wat heb je ervoor op, joh, matten? Nou ja, toch mijn tienerjaar en mijn twintigjaar in het worden. Dat is letterlijk. Wat bedoel je maar letterlijk? Nou, gewoon elk weekend, elke jongen, altijd nooit op koersje, altijd maar bezig. Net buiten in voetbal en wat en ik ben altijd bezig met het werk. En hetzelfde is jammer. Dus dat, ja, ik heb mijn koor wel niet vinden. Dus, ja. Is ik een vrij in zijn leven? Het viel mee, maar je bent er toch wel mee bezig. En zeker toen ik ook naar school ging, toen was het wel even. Ja, je bent je weekenden voor een tijd kwijt. Maar ja, de liefde voor wat je doet, dat is, maakt het eigenlijk heel makkelijk. Het is heel natuurlijk. Maar ja, als je erop terugkijkt, dan zie je wel van. Ja, ik was sowieso veel binnen en heb dat ook heel veel moeten horen van mijn ouders. Moet je niet naar buiten, Jelmer, of sporten en zo. Maar wat voor opleiding doe je dan? Ik heb een eenjarige opleiding gedaan in Vancouver, aan de Vancouver Film School daar. En heel intensieve opleiding, staat denk ik wel equivalent aan een vierjarige opleiding hier. En je krijgt dan les van werkende professionals die 's middags op de set staan en 's avonds voor de klas staan. En je kan dus heel gericht onderwijs krijgen waar je ontzettend praktische info uithaalt. En, maar ja, daar kom je ook net samen op natuurlijk. Is ik een hartstikke dure opleiding? Ja, dat is het zeker. En, je hebt een leerling afsluiten bij opa? Ja, ja, want ik, ja, het was inderdaad hartstikke duur en ik heb dan de mazzel gehad dat mijn ouders wel in mijn passie geloofden door me daar in te steunen, financieel voornamelijk, want, en het is nu nog veel duurder, dus ja, dat is een privéopleiding. En, maar wat is dan jullie Friesland of in Nederland dien? Je kiest ook net. Nee, ik heb hier mijn HAVO afgerond en ik heb toen gekeken, wat is er in Nederland? Ik heb het wel geprobeerd. Nou, je hebt dan de Filmacademie en de HKU. En ik heb toen de HKU 3 maanden gedaan. En School voor de Kunst inderdaad, hè? Hogeschool voor de Kunst Utrecht. En die hebben dan een dependance in Hilversum. Nou, daar zat ik niet op mijn plek. En ook een van de eerste dingen die ik daar hoorde waren wat denigrerende opmerkingen. Van, oh, jij komt uit Leeuwarden, hebben ze daar al kabeltelevisie? Nou ja, dat soort zaken. Ja, ik voelde me daar niet thuis en toen heb ik mezelf de vraag gesteld, waar ga ik me wel thuis voelen en neem ik mezelf en mijn droom serieus genoeg om dat te doen? En herkenst dat? Ja, maar ik herken het echt een opleiding in, ja, tenminste meer een soort thuiscursus uit Amerika van Dick Smith. En ja, wel nice. Dat is echt de man op het gebied. Ja, ja, ja. Ja, de grootvader van de make-up effecten, hè? Dus ja, de Exorcist en de Taxi Driver. Maar voordat die opleiding kreeg, wat heeft de manier om Friesland hier of? Nou ja, LTS en uiteindelijk gewoon altijd zelf bezig, jongens, in het weekend. Maar ja, ik wie zegt je, ik ben naar een grimeerschool gekomen in Amsterdam. Section en dan ging naar Amsterdam. Ja. En wie dat het? Nee, maar heb ik wel protoleerd. En maar ja, nogmaals, een klassiek gaat om 4 uur in huis, maar ik doe zitten tot 11 uur. Ja, en dat is een crack die ding west, omdat ze zo mijn liefde voor me bezig best. Wie is de enige die dan tot 11 uur jongens daar nog ziet? Ja. Ja? Ja. En viel dus die dan ik net thuis? Was toen dan ik hier van, ik ben de enige die er sa in zit? Ja, nee, ik ben er gewoon bezig met wat ik mooi vond en dat wie er nog. Ja, ik voelde me net alleen nog, nee. Maar je hebt geen sociaal leven op zo'n moment? Nee, ik ging 3 uur in Amsterdam wennen en dat niet in Utrecht. Dat mis net. Nee. Maar mist dat dan net? Nee. Nou, doe ik dat wel een beetje meer. De begint nou wel ambitie nog de 10 jaar niet te halen. Ja. 30 jaar. Ja. Is dat dat mis? Dat net uitgaan of net. Heb je dan contact met. Hoe is het contact met je leeftijdsgenoten dan? Want ja, natuurlijk, hele orenbeleving en. Ja, op zich wel oké, maar je levert een boel in. Maar wat ik zeg, je passie, dat,
compenseert dat? En voor mij was het eigenlijk heel natuurlijk, die overgang. Want ik zat altijd thuis, dus via internet, in contact al met mensen vanuit Amerika. Kritiek ontvangen en mijn werk laten zien. En als je dat dan ineens verruilt voor, nou ja, echte mensen, dan is dat eigenlijk, voelt het eigenlijk al alsof dat altijd zo geweest is. Dat is heel gek, maar ik heb ook wel momenten gehad dat ik, ja, het wel miste. Ook de warmte van thuis en toch. En ja, je bent daar alleen in zo'n stad. Ja, dat lijkt me logisch. Maar nogmaals, ja, je compenseert dat. En hoe liefst daar dan mee om? Want je daar dan in je zitten en je denkt van, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Nou, momenten zijn er wel geweest dat je jezelf afvraagt, is dit het leven wat ik wil leiden? Nou ja, goed, dat is, die vragen zijn normaal, denk ik. En ja, het antwoord is toch steeds weer ja. En zeker als het een film is waar je echt in gelooft. Nou, ik heb de mazzel gehad dat ik een paar projecten echt de gekke producties heb mogen doen. Ja, dan gaat het eigenlijk heel makkelijk. Ook al moet je dan. En waarom is dan het antwoord ja op die vraag? Wat? Ja, omdat je toch, je kijkt terug naar wat je maakt en wat je doet. En je, ja, je spiegelt dat af tegen de alternatieven. En dan is het toch zo van, nou, ik vind het eigenlijk wel te gek. Of ja, dan moet je even opladen. Of een leuke film kijken die je geïnspireerd heeft. Lord of the Rings of zo. Ja. Zet ik dan aan en dan weet ik vaak wel weer waar ik mee bezig ben. Verdost, ja, ja, precies. En is dat, ja, voor jou, stel zo zelf die vraag ik regelmatig van, word ik je gelukkig van? Is dit het? Nee. Ik ben serieus wel. Ja, misschien ook dat Safi mee bezig geweest ben dat ik. De tijd heeft om die vraag te stellen. Ja, yeah, yeah, ik weet dat het goed gaat en dat het dat ik een goed plak heb. Nou, is niet erg wat je mem te zeggen hebt, want dat wil ik altijd natuurlijk wel graag weten. Elke lok bezegt de wieken en maken zonder al te grote special effects weblok. Goed je dik wenden en keren, deze wieken die trillen nij van het CDA-congres. De wie en ik een soort Fries en we van het linkse AR-paard onviert water als steerlid Jan Vrom. Vandaag zijn het de moslims, vandaag zijn het ook de Roma's en morgen zijn het de Joden en overmorgen zijn het de christenen die gestigmatiseerd worden door zo'n partij. Oren is u wat zenuwachtig, maar ja, die maakt oren man ik aan een bak van verkiezings. Ik hoop je en ik verwacht je ik dat dus lokale kandidaten zich inzetten zullen en die zullen zich inzetten voor de Mierskip in Zuid-West-Friesland. Maar bij die barkboer in de auto, daar zie je Jan Eringa. Als het regeerakkoord om BM is, ja, dan ben er wortels verrot. Maar zo spannend weer dus. Van der Ham, fractievoorzitter in de Steden, die het maand al voor zijn. Mijn inschatting is dat het ongeveer 70-30, 65-35 zal zijn. Oh, en waardoor je zelfs? Zoals ik er op dit moment in sta, wel ik me overtuigd, maar zal ik aan het eind van deze vergadering toch nee zeggen. En toch ga ik dat doen. En toch ga ik dat doen. En toch ga ik dat doen. Als jij de bestuurders van Omren en de provincie praat, want die ben blij met een nieuwe milieuvergunning voor de afvalhoenen. Ik kan me niet voorstellen dat je blij bent met een nieuwe milieuvergunning voor een overbodige afvaloven. Nou, de eeuwige wordvierder van die onzichtbare Omren-man die stelt dus gereisd, Jer. Maar dan komen de boorden vanaf Oude Haske, over het binnenwetter, Jenaita. Jeetje, Oude Haske, dan hoe het kanaal van Jereveen, het Erhenne, Prinses Margrietkanaal, via de Vorne Jacht naar Ljout en dan het Van Haarksma kanaal in Haas. Goeiedag! Dat weten we al van plan om dat in sletten containers te doen, maar dat is die net in de vergunning. Dat gaan we nog wel in de vergunning zetten. En je denkt dat zoks dan genoeg is? We zullen vast weer van de investeer te komen. Dat is een teken aan de wand, wat ons betreft, dat Omren liever niet heeft dat wij naar de Raad van State toe gaan. Dat we mij die stichting afval over nee, deze keer mij in peteer komen. Maar bij deze, wij gaan nog niet in gesprek met Omren. Je wordt er moerleers van. Hoewel, het Hazer gemeentebestuur, wat vind je hem van de vergunning? Ja, kijk, ik ga niet over de inhoud, over iemand andermans werk. Nou, zo onverschillig ben net alle gemeentebestuurders, ja? In Ljouwert die hier een zware discussie op Middelzee of Ljouwert. Zolang als dat betaalbaar bloot en we kunnen de broek ophouden. En dan mag je soms wel met kunstgrepen doen misschien. Maar dan denk ik, dan mag je dat koesteren wat je hebben. Hij weet dat het net helemaal goed is, maar het kan hem niks killen. Het gevoel telt. En dat is wat oer bij Peter de Jonge. Die stapt op. Is het zo? Waarom? De rol van burgemeester, die hele positie, dat heb ik wel gezien. Vond hem wel goed? Nou, dat is toch altijd teamwork. We zitten natuurlijk in een bezuinigingsoperatie. Dat wijzen natuurlijk nooit af. Daarnaast spelen er al jaren ontwikkelingen op het gebied van herindeling van gemeentes. Ja, dat gaat nog wel even duren. 10:30, uitbreiding van het voetbalstadion. Maar het is niet zo dat, laten we zeggen, dat het met 10:30 niet goed komt.
Omdat ik er niet bij ben. We herzien kennis en zien ervaring daarin. Hebben we eigenlijk wel nodig. Ik vind het eigenlijk veel leuker om alle kennis en ervaring die ik de afgelopen jaren heb vergaard, om die wat meer aan de zijlijn ter beschikking te stellen. Het eerste putje wat Peter de Jonge aast opknappen maakt in zijn nieuwe adviseur in de functie, dat is te zorgen dat de gemeente Friese Meren een goede en grutte partner krijgt. Ah ja, dat komt wel goed, hè? Bert Kuiper is dan al voort. Weblog, wie dat. Hoe is het om bij in Friesland te wezen? Mooi, ja. Mist het? Ja, een beetje reinerig, maar verder hartstikke leuk, ja. Ja. Maar komt toch vaak in Friesland? Nee. Sowieso in Amerika weinig vakantie. Dus, hier voor mij flint, ik zat voorbij, ik kreeg weer een paar maanden. Het is echt, daarnaast is het gewoon dat ik soms een week van tevoren net weet wat de volgende week ik gebeurt. En dan kan ik ergens op locatie staan. En dat is moeilijk om dus vakanties te plannen. Dus daarnaast, twee jaar net in Friesland geweest. Nee. En hoe Fries viel die dan als daar in L.A. bist? Nou, het dan al behoorlijk Fries. Ja? Ja. Hoe dan? Nou ja, het was een beetje dwanen litten, hè, hoe je opgroeid bent en zo, dat zit er natuurlijk wel in. Dus dat, maar voor de rest. Wanneer komt dat waarom? Dat zou van je verneemt hoe je opgroeid bent en dat komt waarom daar? Ik denk dat ik net zo snel onder de indruk ben van iets of ik liep me net van de kaart vaar natuurlijk, zeg maar. Dus, en dan denk ik gewoon broer. Maar sterk in die sconst in? Ja, zeker in L.A. Ja. Want, ja. Hoe gaat dat dan? Ja, natuurlijk niet om die bekommerd. Dus zoals hij zelf redden met. En dan was ik van jezelf opkomen. Ja, nou dat kennen wij wel toch? Ja, Friesen ben ik wat beskieren, zei ze dan wel. Ja, dus, maar dat is ik ook wel goed. Dus heb je een goede ding mee kregen. Ja. Ik denk dat hij me daar ook maar hopen heeft. Dat is ook echt zo. Ja, ja. Zie je misschien wat die Memdroes uit? Ja, zo was je. Hij was ook anders dan andere kinderen. Hè? En, gewoon doorsnee kinderen, zeg maar. Of gewoon de normale ontwikkeling van de kinderen. Dus voetballen en polstok springen. Ik weet niet wat ze allemaal doen. Maar ja, Arjen had dat niet. Die had niks met voetbal. Die had niks met schaatsen. Die zat het liefst thuis tekenen en boetseren. En toch creatief bezig zijn. Maakte zijn eigen speelgoed. Allemaal van afval. Van plastic buizen. Van plastic zakken. Van elastiekjes en papier. Wat je maar kon verzinnen. Dat gebruikte die. En dan maakte die allemaal dingen uit de films of speelgoed, wat hij leuk vond. Dat maakte die na. Hij deed veel met, bij ons, bij mij in mijn tweelingzusje, veel met deeg en bietensap. En dan maakte hij wondjes of een spijker door je vinger. En dan moesten we een ongeluk nadoen. Nou, mensen dachten wel dat het echt was. Van, hè? En dan waren ze, daar kwam Arjen uiteindelijk wel om de hoek, zo van het was een grapje, maar het leek wel echt. En die zus en ik een trauma om dat oor houden? Nee, ik van hun. Oh, vertel. Ja, ik ben echte monsters in mijn leven. Hè? Ja, nee, dus de grote inspiratiebron. Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar dat wie die jeugd dus, constant op die zussen oefenen. Vaak, en mijn carnaval. Mijn... Dus mijn mem hoopt dan altijd bij mij. En dan moet ik de Terminator wezen. Hè? Dus daar heb je al die bezig, al die dingen nabouwen. Robocop pak, ik wat maak uit papier. Dus wel leuk dat Letter met Paul Vroom samenwerkt, want die had natuurlijk Robocop geregisseerd. Dus heb ik verteld, vond ik wel leuk. Ja. Ja. Dus altijd bezig, al die videorecorders die me kwam hellen. En hoe reageert de omjouwing dan? Van dat is dus net de polstok springmeester, net de voetbalmeester? Nou, goed, het is het bekende verhaal. Van we hebben een machine wat er met jonkje komt. En wie is de outsider? Ja, ik ben net clear, maar ik ben net bij. En het wie je wel best of zo. Ik weet net een. Nee. Dat maakt het niet zelf. Nee. Ja. 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 En wat het die Fries wijzen, hoe het hij dat bracht, best nou best? Ik denk toch wel wat Arjen zei. In L.A. en ook in Vancouver, een waas van beleefdheid vaak over mensen. Ja zeggen en dan iets totaal anders denken. En ik heb wel het idee dat mensen mij en waarschijnlijk Arjen ook waarderen op eerlijke antwoorden. Ja? En ook te durven zeggen wat je denkt, ja. Ja hoor, ja. Hoe verneemt dat? Is daar een voorbeeld van? Nou, ik merk gewoon dat mensen, dat ik werk blijf krijgen door dezelfde mensen. En ik merk dat ik mezelf in ieder geval ook erger aan mensen die van alles ja zeggen en dan later daardoor mee gewoon in de problemen komen. Of de productie in problemen helpen door de verkeerde antwoorden. Om maar niet. Ja. Maar ik vind het wel gewoon eerlijk zijn tegen mensen altijd. En misschien een beetje dwars, misschien ook wel. Maar toch wel je eigen lijn daarin geloven. Voor zover je het resultaat tot een goed einde brengt. En ook de visie van de regisseur in ere houdt.
Maar dat... En is dat Friesk? Is dat dan typisch Friesk, Friest? Verneemst? Een beetje dwars zijn? Ja, misschien wel. Ja, of vast houden oen. Oh ja, dat ja. Was toch Friesk? Ja, vind ik wel. Ja. Zie wat jij er met die memes uit? Ja, dat is goed. Toen ben ik begonnen met een map te maken van... Hé, dit maakte die voor opa. Dit maakte die voor oma. Een dia-apparaat voor... Papa, driedimensionaal, dat leerde hij in de zesde klas lagere school. Hij was op een gegeven moment, waren we op de Efteling geweest, was hij helemaal gek van Anton Pieck. Ja, dan zie je dus, zo begint dat tekenen bij kinderen. Hoe vaak Jelmer wel niet heeft gehoord van... Jelmer, ga nou sporten. Jelmer, ga eens rechtop zitten, want dan hing hij weer in een hoepeltje achter zijn pc. Jelmer, wil je niet even mee naar buiten... Op het moment dat hij ging schilderen, hij had een docent op de lagere school waar hij heel erg veel van geleerd heeft. En hij ging helemaal met acrylverf aan het schilderen. En toen zag je al wel van, hey, dit is een kijker. Het is een jongen die alles met zijn ogen doet en die dat ook wil uiten op papier of op het doek. Maar met die computer ging het natuurlijk steeds maar door en door en door. Ja, dat had hij wel ergens gebracht. Ja, ja, ik mag doen wat ik het leukste vind om te doen. En daar nog voor betaald krijgen ook. Ja, dat is, betaalt het goed? Ja, wel goed. Ja. Nee, maar ik heb niet zulke hele gekke wensen of zo. Ik vind het allang... Ja, dankbaar is zo'n Nederlands woord. Maar ik ben wel heel erg gelukkig op momenten dat ik er ook... Wat we het net over hadden. Dat je wat doe je het allemaal voor? Dan toch even die spiegel voorhouden van... Ja, je werkt niet bij McDonald's in ieder geval, snap je? Nee. Dus ja, dat is wel... zo'n grote passie dat je dat mag delen met heel veel mensen. Dat is ook enorm, behalve verslavend, ook heel waarderend werkt dat, ja. Ja, en waar eindigt het dan? Ik denk dat iedereen die bezig is met kunst of film of... Ja, uiteindelijk zoveel mogelijk artistieke vrijheid opzoekt. En echt je stempel kunnen drukken op een project en... Ja, dat is toch wel een droom. Misschien een eigen studio ooit. Of ja, een naam vestigen dat je direct aan films verbonden wordt. Met een bepaalde een stijl. Of groeien als kunstenaar. En mezelf blijven pushen. En waar het eindigt. Ja, voorlopig. Het is nooit hetzelfde. Dat heeft Arjen ook al een paar keer gezegd. Ieder project is anders. Dus het is ook niet saai. Dus. En het is ook nooit al. Nee, maar daardoor ook moeilijk te voorspellen waar het eindigt. Want je weet het niet. Misschien dat er wat gebeurt en dat verandert zo alles weer. Dus, maar ik zie wel. Ik zit heel op mijn plek. Maar heb je nog een droom? Dan, ja, de eigen studio? Nee, er zijn wel projecten wat ik liet vallen. The Lord of the Rings. Dat zijn dingen van ja, als je ooit aan zoiets kan werken. Of daar eens bij betrokken mag zijn op zo'n niveau. Of ja, echt zo'n film mag maken dat... Dat zo echt helemaal ja, te gek wijzen. Ja, er zijn wel boeken en projecten waarvan ik denk... als ze dat ooit verfilmen, dan hoop ik daar een belletje voor te krijgen. Welk boek? Nou ja, bijvoorbeeld The Hobbit. Wat het voorafgaand aan... Lord of the Rings. Was met Guillermo del Toro mee bezig. En die heeft het project inmiddels verlaten. Dus het ligt weer stil. Maar ja, goed. Wie weet waar dat weer verder gaat. En of ik daar wat aan kan doen. Je weet niet hoe het gaat. Wat zou Stone nog graag willen? Ja, ik dacht wel ik altijd graag zoveel wat wanden, dus dat is gelukt. Maar dan ben je ooit begonnen met de Terminator. Ja, ja, ja. Toch mijn eigen ding, dus toch een eigen film uiteindelijk. Of los van de studio, dus ben ik nou bij werk. Maar mijn eigen film is wat wanden, qua make-up effect, ja. Echt helemaal van jezelf? Mm-hmm. En hoe haalbaar... Want het is een zwartboek die in heb. Dus, Want daar heb je toch helemaal de baas, hè? Dus toen is het hele team aan. Ja, en hij is draaimeester voor die werking en hij zal je papier werken en samen. Ja, als je een doklauwen hebt, maar daar toch krijg ik wel meer artistieke vrijheid. Dus dat, De artistieke vrijheid vies wel. Mm-hmm. Dus hoe is nog wel verder in worden? Ja, dat wil iedereen die natuurlijk artistiek bezig is uiteindelijk. Hè. Maar hij is dan vaak dat de street door is, van dat is dan een ding inlevering maakt op die eigen artistieke ideeën? Ja, dat is altijd en dat moest ik zien kennen. En dat is ik goed, want dan krijg ik ideeën van oormeester te hebben. Uiteindelijk valt het natuurlijk een visie van een regisseur. Dus dat Paul zei van ja, ik wil die wond aan die kant hebben, net aan die kant. Nou, zo kom ik aan die kant met een maandje. Dan doe je dat wel. Ja. Ja. En wat wist nog van de Terminator toen ze dat zegde, stags van? Ja, geweldig. Ja, ik vond die hele film geweldig. Maar de films die me overigens het meest inspireerd hebben, ja, wie dus de Terminator 2 en Neverending Story. Ja, dat wie Jim Henson.
hoofdzakelijk. En ja, en verder, ja. Ja, en verzint het bedrijf aardig? Verzint het goed, ja. Yeah. Wat is goed? Goed. Goed. Nou, stel ik net de vraag hoe volle dan, want dan ik me net zo fris. Ja, het verschilt per film. Soms is het wat minder, soms wat meer. Maar ik sta vaak op set, hè? Dus daar verschilt het meeste op. Tenminste, voor waar ik mee bezig ben. Dus ik denk zo'n 40 tot 50 per film. Oké. Okay. En hoe is het glamour gehaald dollar, op die set? Glamour? Een hele aparte wereld, hè? Dus vaak op locatie en ja, ze is maar die sterren op set. En hoe is dat? Ja, ik... Of wist je er door eens van? Nee. Ik vind die sowieso vrij cool. Ja, nee, maar dat... Ik, ja, nee. Ik doe ik, hè? Voor ja, een paar maanden nog met Anthony Hopkins op set toen. Die is toen mijn main character in dezelfde scène. Ja, is hartstikke leuk. En dan precies met iemand te praten tussen de shots in. En dan wacht het hij ik nog. En hij is een gesprek maar zo. Hij dan normaal gesprek? Of ja, is er alles ja, aan? Ja, of ja. Zit hij op die deel? Of nee, hoe, nee, nee, ja, soms gebeurt dat natuurlijk wel. Ik ken geen naam noemen, maar ja, dat is gewoon een energie. Dat heb ik geen, nee. Daar is hij net Ruud Fjeld slaan. Nee. Wat vind je zo? Is er zo in de glamour? Nee, absoluut niet. Maar wij staan als visual effects crew ook redelijk los van de productie. Dat is allemaal al gefilmd. Maar wij hebben dan wel de luxe dat we in alle rust, voor zover dat mogelijk is, kunnen werken. Er zijn wel hevige deadlines en er is ook een heleboel werk te doen, maar het is niet de stress van de set of dat je met levende mensen werkt. Ik heb een rustige studio waar ik mijn werk doe. En probeer daar zo goed mogelijk resultaat uit te halen. Ja. Snappen de meesten om de hinnen van weet je helemaal bezig binnen en wat je er al je verdwam had? Hè? En dat je dus net op elke jiddy binnen of... Dat is onbegrijpbaar. Nee? Ja. Hoe komt dat? Hoe doet dat voor in de praktiek? Hoe gebeurt dat? Nou ja, daar is sponsor we terug een Amerikaan daar om daarheen te komen voor mijn immigratiepapieren. Dan werd al snel dacht van, nou ja, dan is heel Nederlands, hè? Van, nou, is wel een aardige jongen, dan help ik die wel. Maar dat werkte natuurlijk helemaal net zo. Dat werkte ja, ook ik net zo, terwijl het was voorskwartelijk, hè? Dus, hoe moet het lezen? Nou, waar is die nu? Wat zei ze meisje dan in die van... Sorry. Nou, van dat je uitlezen wat je werk precies inhoudt, of dat je daar dus al je oren en al je energie en al je leven in steken van... Ja, maar ik denk dat dat met elk vak hetzelfde is. Ik in sport en saai. Ik denk dat dat bijna net uit te lezen is, dat met gewoon in je zitten. Is het talent, iedereen heeft talent in iets, of de meeste mensen. En dan mister ik die persoon die bereid ben om daar zo hard voor te werken en zo veel in te leven, dat ben ik een die er ook in vaak. Op een hoger niveau. Niet er alles, niet alles daar voor jou. Ja, en dus dat, komt er sowieso een stuk onbegrip mee. De mensen die er net alles voor jou. Er is ook een rare vooroordeel noemen? Iets wat me irriteert is wel vaak dat mensen denken, oh, die zit met de computer en dat de computer al het werk zou doen. Nou, dat is absoluut niet het geval, of dat het heel technisch is. Het is wel heel erg artistiek werk en de computer is echt een tool, net zoals een schetsblok of een Of klei dat kan zijn. En het werk lijkt ook heel erg op elkaar. En ik zie de laatste tijd veel mensen vanuit make-up veld van Arjen ook hun ontwerpwerk in de digitale klei maken. In dat soort programma's die daarvoor zijn gemaakt en die ik dagelijks gebruik. Maar het is hetzelfde. En als ik teken of als ik sculpt, dan merk ik dat ik op precies dezelfde manier denk en bezig ben dan wanneer ik dat achter de computer doe. Dus het begrip dat het niet de machine is, maar de persoon, daar is het ook vaak genoemd. Ja, daar vecht ik dan wel eens voor. Dat het, maar daar vecht onze hele industrie op dit moment voor. Ja. Ja. Hey, Arendo, wie is een jongetje van Jochen, doet hij mee de wekker maken, want er was een fantastische programma op Discovery. En toen dacht ik van, oké, dit wil ik worden. Zo werkt dat dus. Ja. Stel dan nou, ik meisje sjoggen en die heb ik al je band, die droom hebben. Lietse Jelmers en Lietse Ariens. Wat moet ze dan doen? Zo volle mogelijk er serieus mee bezig zijn, in jezelf geloven. Gelukkig heen nou inderdaad de internetwereld. Je krijgt net hier in het begin. Daar ben je zo snel in contact met mij of met Jan, als het echt worst. En diegenen die echt willen, die weten dat op dit moment wel. En is toch nog een mooi advies? Nee, ik ben het er wel mee eens. En zorg dat mensen je werk leren kennen. En via internet is dat inderdaad heel makkelijk. De wereld
ligt letterlijk aan je voeten. En zoek het op en neem het serieus en meet jezelf alleen echt aan de hoogste lat. Altijd maar door, zit die mensen uit. Ja, maar behoud wel je liefde, zie ook de lol ervan in. Want het is wel, uiteindelijk blijft het entertainment. En moet dat ook uitstralen, denk ik, dat het met liefde gemaakt is. Dank u wel voor je komst. Graag en succes, mooi het werk. We houden in de gaten. Mooi. Dit was Sneus, wat je door, wat voor film je misschien nog zien zullen. Maak je er nog een gezellig weekend van en graag om het oorweekend.